Ik sta hier bij de Urkersluis. Dit is het eerste project in het kader van het groot onderhoud bruggen en sluizen van de provincie Flevoland. En waarom doen wij dit? 75 jaar geleden is de Noordoostpolder drooggelegd en daarna de andere polders. Dan ben je op een gegeven moment aan vervanging toe van je bruggen en sluizen. Dus we hebben een groot project, groot onderhoud bruggen en sluizen. En daarmee pakken wij al het infrastructuur aan op dit gebied. Het betekent onder andere hier bij de Urkersluis. De sluisdeuren zijn al vervangen, maar de omloopbuis die je nodig hebt voor het schutten, het omhoog en omlaag krijgen van het water, die omloopbuis die wordt nu vervangen. Betekent op dit moment dat we hindernis hebben voor het verkeer. Daar zorgen wij voor omleiding over de Arie de Witbrug. We zorgen voor verkeersregelaars en wij zorgen gewoon dat de doorstroming op orde is en dat ondertussen het werk kan doorgaan, zodat wij slechts een beperkte vertragingstijd hebben van 9 weken voor het verkeer en dan is de brug helemaal weer in orde en de sluis is in orde en dan gaat het weer op de oude manier verder. Ik zie een schip nu aankomen wat uit de sluis komt varen. Dat schip is handmatig geschut. En waarom is dat zo? Omdat wij alle bruggen en sluizen in het provinciehuis op afstand bedienen. Dat kan op dit moment niet vanwege het groot onderhoud. En daarom doen wij dit handmatig. Daar hebben we afspraken over gemaakt met de eigenaren. Dus elke week is er 1 of 2 dagen dat er schepen geschud worden. En u ziet hier weer een schip wat handmatig is geschud. Wat de polder invaart. En ik geloof dat deze naar Emmeloord gaat. Naar de betonindustrie. En dat doen wij vandaag en gisteren. En dan gaat het werk gewoon weer verder.